We zijn hier vandaag om de intentieverklaring gezonde veilig werken voor uitzendkrachten te tekenen. Dat ligt een belangrijke verantwoordelijkheid voor werkgevers die ook uitzendkrachten inlenen. Op het boer- en tuinerserf is van cruciaal belang dat wij arbeid hebben voor de continuïteit van de bedrijven. En daarom willen we ook dat de arbeidsomstandigheden tiptop in orde zijn. Wij tekenen vandaag omdat wij het belangrijk vinden dat ook uitzendkrachten in de land- en tuinbouw veilig en gezond werken. En wij hebben de intentieverklaring ondertekend omdat we het belangrijk vinden om verantwoordelijkheid te pakken als werkgever. Al geruime tijd werken we samen met verschillende partijen en vandaag tekenen wij de intentieverklaring. Daar ben ik wel blij mee dat we ook een bijdrage kunnen leveren aan een gezonde werkplek voor arbeidsmigranten. Dus wij zijn verheugd om vandaag deze intentieverklaring te kunnen tekenen. Er moet voor iedereen een veilige en gezonde arbeidsplek zijn. Niet alleen voor vaste medewerkers, maar ook voor inleenkrachten en arbeidsmigranten. Door de handen ineen te slaan, creëren we slagkracht en kunnen we het verschil maken. Love your people like your crop. Zorg goed voor je werknemers. Daar staan we voor.